Yo gasten, top dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en zoals jullie misschien wel aan de titel hebben gezien, ga ik misschien wel de moeilijkste challenge ooit proberen. Ik heb vorig jaar namelijk de raarste camera draft challenge gedaan, had ik gewonnen. Toen de manual challenge, ik moet zeggen, die was wel heel lastig. Maar vandaag gaan we misschien nog wel even een schepje erbovenop. Ik heb hier namelijk niet één controller, maar twee. Zoals je kan zien aan de dingetjes zijn allebei aangesloten. En ik ga straks ook bewijs geven dat ik met twee controllers ga spelen in de FUT draft. Ik ben al blij als ik één potje voor de als ik één potje doorkom. Moet ik nou de hele draft winnen? Of zal ik nou de hele draft winnen? Ga ik 20 euro verloten? Dus, laat even in de comment achter waarom jij 20 euro wilt winnen. Ik ben wel benieuwd. Maar ja, deze challenge, ik ben oprecht heel benieuwd. Ik denk niet dat ik hem ga winnen, maar we gaan ons best doen. Weet je wel, kunnen we de 2000 likes halen? Zou tof zijn. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, mis je helemaal niks. En zet je notificaties aan. Dan ben je altijd op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. Ik zou zeggen jongens, laten we gewoon gaan beginnen met de challenge. Jawel jongens, dit is hem geworden, de FUT draft. Ik zorg straks wel even natuurlijk dat ik Baba in de eerste minuut eruit haal. En ik denk Minamino ook. Want ik heb namelijk Neymar en Messi op de bank. En dan kan ik kan wel iets leuks daarmee doen, denk ik. Dus dat gaan we ook gewoon doen. We willen wel het beste team neerzetten. Zoals ik heb beloofd, controller nummer 2 en controller nummer 1. Laten we gewoon die eerste pot gaan starten. Oké, jongens, het bewijs, want ik zie het hier in een potje. Ik klik op de i-knop en zoals je kan zien op je beeld heb ik een guest gekregen. En ik ben nu heel benieuwd wat wij gaan doen. Ik zit nu even te twijfelen, want ik zag Begovic bij mezelf staan. Maar volgens mij staat hij bij mij op de bank en heb ik gewoon terstegen in de basis. En anders doe ik dat in het tweede potje wel. We komen in ieder geval tegen dit team met Auba, Zaha, De Bruyne, Mane, Wijnaldum, Lucas. Noem maar op, best wel een goed team. Matige verdediging, dat wel. En een trage verdediging. Dus ik ga even die wissels doen en dan gaan wij gewoon lekker ons best doen. Oké, jongens, het potje is begonnen. Het doel is dus wel echt dat ik ze allebei ga gebruiken. Ik denk dat het strijdplan moet zijn dat ik in de verdediging wel maar één controller moet zijn. Dus bijvoorbeeld nu dat we blauw niet selecteren. En zodra ik de bal heb, dat we echt van controller moeten switchen. Zoals je kan zien, dat ik met verschillende controllers speel. En dat het een chaos wordt. Maar dat het wel leuk wordt. Ik ga niet de hele tijd mijn controller in beeld houden, want dat is een beetje lastig. Hier gaat Baba. En Baba is een linksback, dus die gaat niks kunnen doen. Maar de bal is wel uit en daar gaan onze wissels. Dus het wordt een hele lastige challenge. Dat kan ik jullie wel garanderen. Maar ja, weet je, we gaan er gewoon voor. Oh, wat een paas. Oh, wat een paas. Geen buitenspel. En dan staat het 1-0. Golazo, onze eerste goal. En dit is eigenlijk ook wel een beetje mijn tactiek, denk ik. Gewoon die dieptebal zoeken. En dan snel van controle switchen. Zodat het, goed gaat. Maar we staan 1-0 voor. Kijk, dit soort dingen. Dus een beetje opbouwen. Is wel leuk als je dat doet met beide controllers. Het is heel erg focussen. Zoals je kan horen, leg ik de hele tijd mijn controller neer en weer omhoog. En kijk, ze maken dus geen loopacties als je hem geselecteerd hebt. Dat is een beetje jammer, want daardoor krijg je weinig loopacties. Maar er moet geen probleem zijn. Dit is een goede actie. Oh, Bruno Fernandes. Golazo. 2-0. En hij klikt op pauze. Gaat hij dan lieven? Gaat de eerste tegenstander meteen lieven? Dat is de vraag op dit moment die ik in mijn hoofd heb. Gaat hij lieven? Doe het. Lief. Oké, hij gaat blijkbaar niet lieven. Oh, hij is geliefd. Ja, toch wel. Toch wel. Lekker. Dat is één potje gewonnen. Ik dacht eigenlijk al dat ik gelijk de eerste pot ging verliezen. Dus dat is helemaal top. We hebben de eerste pot gewonnen. We gaan gelijk door naar de tweede pot. Oké, jongens, tweede potje. Ik ga weer op de i-knop drukken. Zo. Oh, ze hebben ook een guest. Het is wel heel lastig, hè? Maar we gaan het gewoon proberen. Weet je, we doen het gewoon. We gaan het proberen. Guest tegen guest. Ik speel dus tegen twee mensen. En volgens mij is dat nog even een tikkeltje moeilijker. Omdat als zij een beetje op elkaar zijn ingespeeld, dan is het echt eigenlijk onmogelijk. Dan ga ik deze geheid verliezen. Maar, we gaan kijken of we deze kunnen gaan winnen. We gaan het kijken. Ik ben heel erg benieuwd, jongens. Oké, Neymar, met de actie. Doet hij het? Die knalt hem wel heel hard binnen, hoor, jongens. Zo. En we staan alweer 1-0 voor na 7 minuten. Maar die knalde die partij binnen, joh. Die keeper dook zelfs daarachter omdat hij hem zo hard binnen schoot. Kijk maar. Hier deze schaar. Oh, we mogen hem niet meer kijken. In ieder geval 1-0.
Oké, Mané, gewoon rennen. Gewoon rennen. Dan sturen we Neymar diep. Oh, dit is wel een hele goede paas. Dit is wel een hele goede paas. En we staan 2-0 voor. Zo. Dat was wel echt, echt een lekkere paas hoor. En we staan 2-0 voor. 12e minuut. Het gaat eigenlijk hartstikke lekker. Tot nu toe. Natuurlijk moeten we hierna nog 2 potjes als we deze zouden winnen. Gaat het me eigenlijk best wel lekker af, moet ik zeggen. Het tikken op het middenveld gaat best wel goed. Kijk, dit soort dingen zijn altijd een beetje zonde. Oh, en kijk, dit selecteren is ook weer lastig. Dus hopelijk krijgen we niet deze... Woe, hij choked hem. Maar, zoals wat ik wilde zeggen... Als je dingen niet kan selecteren... Of je bent net de andere controller... Gaat het best wel lastig. Tikken op het middenveld gaat wat beter. Dit moet ik niet meer doen. Maar we staan 2-0 voor, zoals ik zei. En het gaat eigenlijk best wel lekker tot nu toe. Gaan we Neymar weer diep sturen? Weet je, ik doe het ook gewoon. Ik doe het ook gewoon. Maken we hem af? Ja, Neymar. Met de hattrick. Dit is geen buitenspel volgens mij. Nee, 3-0. 18e minuut. 3 keer Neymar. Dan zou je zeggen dat we dit niet uit de handen gaan geven. Dus ja, hopelijk kunnen we deze gewoon lekker winnen. Oh, aanvalletje. Heerlijk weggedraaid. Doe maar de laatste skill move. 4-0. Ja, ik zal niet zoveel over deze goal praten. Want ik hoop eigenlijk dat hij straks een keer gaat leven. Maar het gaat hartstikke lekker. We staan 4-0 voor. Goeie goal dit weer. En we gaan gewoon door. Oké, jongens. 5-0. Ik wilde er niet op gaan reageren. Maar hij klikt op pauze. Wat denk ik inhoudt, en dat houdt het dus in, dat hij gaat lieven. En dit was eigenlijk een hele makkelijke overwinning. Ik dacht dat deze moeilijk ging worden, omdat ze dus met z'n tweeën speelden. En in principe zou je mij dan wel, want ik verdedig natuurlijk maar met 1 persoon, terwijl ik er 2 geselecteerd heb. Is een beetje lastig, maar als je dat goed uitspeelt met z'n tweeën, hoor je daar altijd van te winnen. Maar ze waren niet zo goed op elkaar ingespeeld, dus we hebben 5-0 weten te winnen na 30 minuten. En dat betekent dat we in de halve finale zitten. En we hebben nog 2 potjes te gaan. Ik zeg, kom op, we gaan ervoor. Ja, let's go. We klikken weer op de i-knop. Zoals je kan zien, weer een guest. En we zijn weer begonnen. Ik ben benieuwd naar zijn team. Wat voor team heeft hij? Hij heeft Kylian Mbappé. Kante, Pogba. Hij heeft best wel een goede draft. Ik vind het kut dat hij Mbappé heeft, want die is heel goed in draft. En als hij een beetje slim weet te spelen, dus met die Mbappé en er langs weet te rennen... Dan kan dit nog wel eens een moeilijk potje gaan worden. Maar ja, zodra ik er tegen een best wel goede tegenstander kom, dan wordt het sowieso een lastig potje. Maar we gaan er weer voor. Ik ga mijn best gewoon weer doen. Ah, kut. Oh mijn god, ik weet niet wat ik allemaal indruk, jongens. Maar we hebben de bal nog op een hele gevaarlijke plek. En als Neymar hier goed wegdraait, dan staat het 1-0. Dan staat het gewoon 1-0 na 7 minuten alweer. Het gaat echt, jongens. Het gaat echt van zijn laaie dakje, hoor. Zo, wat lekker gaat dit. Holy shit. Pasen, doe maar hier naartoe. En dan door op hem. Hij staat wel redelijk vrij. Dat is niet precies wat ik wilde doen. Dus we pasen hem wel naar de zijkant. Dan doen we lekker de bridge. Gaan we even kijken of er iemand in het midden vrij staat. Nee, maar staat een soort van vrij. En die maakt hem af. Heerlijk. 2-0. Wat een lekkere goal weer. Goed gespeeld van Mane en Nesh op die zijkanten. En we hebben nog geen eens een goal tegengekregen, jongens. Holy shit. Oké, ja, dat is dus jammer voor als je met Matip speelt die niet kan rennen. Daar is wel onze eerste tegengoal. Dat is jammer. Goeie goal. Hij ging gewoon rennen met Mbappé natuurlijk. Zou ik ook doen als ik hem had. En hij scoort gelijk. De 2-1 is zonde, want eigenlijk hoopte ik dat deze gast natuurlijk ook gewoon ging rage quitten. Want dat zou ideaal zijn, maar ja, dat gebeurt dus niet. Oké, 6-1. Ja, we gaan dit niet meer verliezen natuurlijk. Dit is de halve finale, 73ste minuut, we staan 6-1 voor. Zelfs met de rode kaart gaat het nog steeds heel goed. Weet je wat, fok dit hele potje. We gaan gewoon door naar het volgende potje. Hey jongens, welkom bij de finale. We hebben een potje gevonden. Ik klik op I, zoals jullie kunnen zien, guest. Ik cheat niet jongens. Dat zou ook niet leuk zijn voor de video. Dat zou ik zelf geen eens leuk vinden. Komen tegen Husky Magic FC. Met
een goede Pogba, een goede Bruno Fernandes, Messi. Maar die heb ik ook allemaal, behalve Pogba. Die heb ik niet. Prima verdediging. Hij heeft alleen niet zoveel chemistry. Dat moet hij lekker zelf weten. Het gaat lekker tot nu toe. We hebben de finale gehaald. En ik ben er zwaar van overtuigd dat wij de finale kunnen gaan winnen. Tussendoor. Kom op, Nash. Oh, ik probeer te veel. Oh, hij was niet meer Busquets. Shit, man. Vet dom. Zo dom. Ah, een voorzet. Oh mijn god, jongens. Ze staan achter. Nee, ik wil deze challenge winnen, jongens. Ik wil het winnen. Dit is echt kloten dat we een voorzet tegenkrijgen. Maar ik ga mijn best doen. En wij zullen winnen. Boom! Ah, fuck! Oké, Neymar, ja, weer zo'n goede paas. En weer doe ik er te lang over. Maar, dat boeit... Kom op, Dani, jongen. Al 2 of 3 chokes deze wedstrijd. Kan echt niet. Goeie paas. Kom op, Bruno. Oh, mijn fucking god. Wat een aanval. Oh, mijn god. Maak die kutkans af. God, man. Jongens, zo moeilijk hoort het niet te zijn. Kom op. Nash, je bent sneller. Sneller dan Sergio Busquets. Kom op. Veel sneller zelfs. Hier hoor je gewoon langs te rennen. En dan hoor je hem eigenlijk ook meteen af te maken. Maar weer een decision making. Of een beslissende fout van mij. Waardoor, waardoor we weer niet scoren. En we staan gewoon nog steeds achter. Oké, Matip, die kan er natuurlijk niks mee. Dus die moet hem even naar goed iemand pasen. Zoals Sadio Mane. En dit! Oh mijn god, jongens. Oké, goede actie. Goede actie van Nash. Ah, jongens toch. Nash. Oh mijn god, gast. Maak die fucking bal af. Ja. Nash. Ja, door hem heen. Oh mijn god, ik mik hem in die bovenste hoek. Maar hij schiet door hem heen. En we hebben eindelijk gescoord. In minuut 69. Meer toeval kan ook niet. Eindelijk, jongens. We kunnen dit potje nog winnen. Ik was even bang dat ik... dat ik mijn kansen niet meer af ging maken. Maar eindelijk. En ja. Ja, nu moet het ook gewoon gebeuren. Nog 21 minuten om een goal te maken. En waarom niet, weet je. We hebben nu die goal gemaakt. En nu mag die er waarschijnlijk vaker in vallen. Hopelijk. Dus we gaan het meemaken. Maar we gaan ons best weer doen.
Neymar! Golazo! Ik zeg het net nog. 69ste minuut. En het is de 72ste minuut. Ik zeg net, dan mag hij er waarschijnlijk vaker in vallen. En hier is hij dan. Neymar. Met de goal. 72ste minuut. Dit is toch perfect, jongens. Ach, Di Maria! Wat een goal. Wat een goal. 3-1 in de 82ste minuut. En als het goed is, hebben we deze pot gewonnen. Hij lieft zelfs. Hij lieft zelfs. Oh, lekker man. We hebben gewoon een draft gewonnen, jongens. Wat inhoudt dat ik 20 euro aan een kijker ga verloten. Wil je dat nou winnen? Laat even in de comments achter waarom jij dat wil winnen. Want ik ben wel benieuwd. Maar we hebben de draft gewonnen. We gaan nu lekker de rewards openen. En daarbij sluit ik de video af. Nooit gedacht dat ik deze draft zou kunnen winnen. En dit is fucking goede rewards. Lekker. Deze rewards heb ik nog nooit eerder gehad. Dat is echt best wel ziek. 45k, 50k pack en een 15k pack. We gaan ze gewoon openen. We kunnen een headlinertje packen. Zou natuurlijk hartstikke lekker zijn. In de eerste krijg je in ieder geval niks. Weet je, die skip ik dan ook gewoon. Boeien me ook niet zoveel. Maar ja, ik mag wel blij zijn dat ik deze verdraft heb weten te winnen. Want dit is natuurlijk heel ziek. Ik ben benieuwd of jullie deze challenge ook willen gaan doen. Laat dan ook even weten of het je gelukt is of het je niet gelukt is. Misschien heb je geen eens twee controllers. Maar dit is een 50k pack. Ga je ze onze walkout gunnen? Nee, het zijn wel bordenspelers. Wie is het dan? Een Argentijnse bordenspeler. En dan is het Taliafico. Of Acuña kon het ook nog zijn. Maar het is dus Taliafico. 84 rated. Prima. Weet je. Helemaal mooi. En voor de rest gewoon een hele slechte pack. Nou, het ging ook niet om de rewards. Het ging om de video. Dus jongens, vond je deze video nou vet? Doe dan dat blauwe duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, zet je notificaties aan, mis je helemaal niks. Hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.